In deze video leggen we uit hoe u een extern device, zoals Swift, kan connecten met uw TrueBike. Zorg ervoor dat uw TrueBike in train mode staat. U ziet hier het trainingsscherm voor u. Ga vervolgens naar Swift en start Swift op. U kunt nu in Swift de TrueBike zoeken. Om Swift te connecten gaat u naar de search knop. Daarna ziet u de TrueBike in beeld staan en selecteert u de TrueBike. Druk op OK en de TrueBike wordt geconnect. Ga vervolgens naar Cadence om deze ook te connecten. Zorg ervoor dat u de juiste TrueBike selecteert. Als u vervolgens Controllable gebruikt, kunt u daar ook de TrueBike connecten. Zodra u dit heeft gedaan, komt er op de TrueBike een pop-up. U ziet hier een pop-up die vraagt of dat u wil connecten met een externe controller. Druk op Enter en u ziet links onderaan uw scherm dat de Control Mode is ingesteld.